Ik tel van 3 tot 0. Like je bij 0, dan opent al het slime. 3, 2, 1, 0. En wie gaat dat opruimen? Ja, Job. Oh nee. Slime. Job. Hey, Soraya. Heb jij gisteren de afwas gedaan en de vissen eten gegeven? Yes, ik heb de vissen afwas gegeven. Wat? Oh, sorry. Ik bedoel, ik heb de afwas gedaan en ik heb de vissen eten gegeven. Oh, oké, gelukkig. Heb jij gestofzuigd en gedweld? Ik heb de stofzuiger gedweld. Hoezo? Oh, sorry. Mijn fout. Ik heb gedweld en gestofzuigd. Oké, goed zo. Heb jij ook het bed opgemaakt en de badkamer schoongemaakt? Ik heb het bed opgemaakt in de badkamer. Je hebt wat? Sorry. Wacht. Dat vroeg je toch? Jo! Ja? Waar denk je mee bezig te zijn? Een geheim project om mezelf mee te klonen. Hoezo? Luister, sinds jij de hele dag lang met slijm speelt... Ja? Luister je naar niemand meer. Zo leuk dit. Job! Gezondheid. Ik niesde niet eens. Oh, vervelend. Beterschap. Luister Job, stop nu even met dat slijm. Of moet het slijm met mij stoppen? Oké, sorry. Het is gewoon... I love slime. Ik zou er letterlijk 24 uur... mee kunnen spelen. 24 uur? Jazeker, Peter. Ik heet Soraya. Dat zou niet hebben gerijmd. Over 10 minuten verwacht ik jou in de woonkamer. Voor wat eigenlijk? Slime. Oké. Oké. Ik moest schijnbaar in de woonkamer zijn voor iets wat te maken heeft met slime. Wat is dat? Een laptop? Waarom staat een laptop hier? Soraya? Oké. Al een week lang speel jij de hele dag met slijm. Het is zo erg dat je niet eens weet hoe je heet. Dat weet ik wel. Ik heet Bassie. Daarom ga ik jou het afleren op een slijmerige manier. Jij denkt 24 uur met slijm te kunnen spelen? Prima! Het is aan! Onder de tafel vind je 100 potjes met alle soorten slijm die ik heb kunnen vinden. Ik zie jou over 24 uur. Succes! Onder de tafel? Serieus, in een Albert Heijn-tas? Allemaal mogelijk. Jongens, ik pas bijna niet meer in beeld. En ik ben Mie. Dus dat is een wonder. Het is super veel slime. Allemaal van mij. Of nou ja, eigenlijk van Soraya. Maar ik mag er 24 uur mee spelen. En nu wil ik graag ruimte hebben om te zitten. Mag dat? Maar dan wil ik wel dat je 24 koprollen doet. Oké. Ik wil gewoon met slime spelen. Ik ben niet goed in koprollen. Oké, en cut. Snap je hem? Cut, knippen. Het is echt heel erg veel slime. Zeg maar, ik heb ooit wel eens een keer heel veel slime gezien. Maar dat was alsnog minder dan dit. Levensverhalen met Job. Met andere woorden, dit gaat best wel een objective worden. Een missie, een opdracht die misschien ik niet ga kunnen uitvoeren. Maar ik zal wel mijn best doen. Ik zal streven naar het openen van elk potje. En er natuurlijk 24 uur mee spelen. Kijk, Soraya beweert dat ik minder goed luister. En dat ik snel afgeleid raak door slime. Zoveel slime. Ik hou van slime. Maar dat valt heel erg mee. Ik raak niet afgeleid door slime. Let me op. In 1900... Oh, slime. Ik bedoel, 1 plus 1 is 2. Maar doe je dan min 2, dan is het slime. Oké, misschien heeft ze gelijk. Maar 24 uur easy peasy lemon squeezy met een beetje macaroni, gele kaas en groene pasta saus. Ik kan dit. Ik ga dit doen. Let's get it. Op nummer 1 hebben wij de Iron Man slime. En ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat doen. Want Iron Man is namelijk een Iron... Man, en ik wil kijken in hoeverre zijn slime daartoe is gedreven. Is dit slime van ijzer? Nee! Kijk hoe epic, jongen. Het gezicht van Iron Man zit gewoon in het hoopje met slime. Hoe cool wil je het hebben? Hoe cool wil je het? Maar is het niet meer goed? Oké, we gaan het gewoon testen. We gaan het becijferen. De Iron Man slime... Are you serious? Dit is zeg maar een van de dingen die ik echt niet chill vind aan slime. Ik ga jullie een klein verhaaltje vertellen. Slime is fijn, maar op het moment dat je het kunt breken en niet kunt stretchen, dan is het idee van wat slime betekent er een beetje af. Weet je, slime is leuk, want je kunt zo, yay! Maar nu niet. Want het breekt. Iron Man, ik moet, wacht eens even, is het niet een soort van...
Oh, het is stuiterbal slime. Het stuiterde letterlijk. Oké, dit is op zich, dit is niet goed, oké? Ik koop slime om mee te kunnen stretchen. Niet om te kunnen stuiterballen. Oké, weet je wat? We gaan gewoon door naar de volgende. Spiderman slime. Spider-Man is een man die ooit gebeten is door een spider. En toen werd hij Spider-Man. Levensverhalen met DutchTuber. Let's get it, man. Ik ben echt heel erg benieuwd in hoeverre dit daadwerkelijk gaat matchen met... Kom op, nou, ik wil dat je open gaat. Dit is echt, ik geloof me, ik weet zeker dat mensen dit kennen. Dit is naar. Zeg maar dat je heel die karton eraf hebt ge... En dat je dan alsnog niet bij het slime komt. Dat is niet fijn. Dat is niet slime. Wat is eigenlijk een mooi combiwoord voor fijn en slime? Dat is niet flying. Oké. Ik ben echt heel slecht bezig. Alright, jongens. Back to business. Al is business meestal niet gekoppeld aan slime. In dit geval wel. Het is echt gewoon een mini hoopje. Ik weet niet hoe duur dit was. Ik heb het voor een keer niet hoeven te betalen. Mijn geld is namelijk weg. Robux, wat? Geen idee. Oké, let's get it. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het dus alweer leuk hoe gewoon het gezichtje van Spider-Man er nog een beetje in staat. Maar wanneer je dit doet... Niet meer. Het is op zich... Oeh, wacht even. Wat? Waarom is deze zoveel beter? Iron Man, je bent een Iron Man. Je hoort te laten zien dat ijzeren mannen gemaakt van staal en ijzer ook goed zijn voor de maatschappij. Maar dat heb je niet gedaan, want je liet zien dat jouw slimevorm brak. En dat is niet goed. Kijk jongens, dit is hoe goede slime hoort te zijn. Je moet het lekker kunnen stretchen. Wacht eens even. Wat nou als wij de Spider-Man slime combineren met... de mislukte Iron Man slime. Misschien dat de Iron Man slime dan wel stretchy is. Want again, dit werkt niet. Oké, jongens, moment van de waarheid. Spider-Man en Iron Man in een collab als het gaat om slime. Koop nu de slime yo-yo. Die kapot gaat. Moment van de waarheid, jongens, daar gaan we. Oeh, het gaat nog steeds niet goed. Dan hebben we hier een ander soort slime. Van superhelden gaan we namelijk door naar Disney-prinsessen. En dit moet, geloof ik, het hakje voorstellen van een Disney-prinses. Welke prinses had ook weer een hakje die ze moest passen? Oh, ze poester, denk ik. Spoederman? Geen spoederman. Oké, jongens, daar gaan we. Het is weer van dezelfde soort materie als de voorgaande superhelden slimes. Het wil de plastic schoenen niet uit. Oké, op zich is het best wel raar dat ik probeer slime uit een schoen te krijgen. Mijn leven. Waarom stretcht hij dit niet? Jij stretcht ook niet. Echt wel. Auw. Als ik deze schoenslime een cijfertje moet geven, geef ik het 2 zolen uit 10 zolen. Halve zool. Nee, dit wordt hem niet, jongens. Helaas pindakaas. Hier heb ik ook wel iets interessants. Dit ziet er namelijk uit als een mislukt boontje. En dat is het ook. Soraya kan niet goed boontjes koken. Nee, dat is het niet. Dit is namelijk een... Let op. Wat is dit? Het is een dino-ei. En als ik iets gaaf vind, is het wel wanneer er van slime of stressballen een creatieve variant op de markt wordt gebracht. Check dit. Het is een ei, maar als je erin knijpt, is het nog steeds een ei. Alleen dan zie je dat er een baby-dinosaurus in zit. Een baby-dino? Die moet ik redden! Ja, hallo? Ja. Is er nog uitleg nodig van waarom dit een dom idee was? Die moet ik redden! Ergens had ik hier beter over na kunnen denken. Waar is de baby? Dit is zo verkeerd op zoveel verschillende soorten manieren. Ik heb zojuist een ei kapot geknipt. Word ik nu opgepakt? Nee, maar dit is heel raar, want weet je wat? We gaan hem even op deze manier gewoon... Is dit slime? Is dit? Dit is hoe de binnenkant van een dino-eye stressbal eruit ziet. Nice! Logica! Scheikunde? Wiskunde? Troep. Dat is denk ik de juiste omschrijving. Wow! Deze is zo stretchy! Dus eerst red ik een baby-dino uit een ei. En daarna probeer ik hem door tweeën te trekken. Dat is raar. Yeah! Om de situatie maar gelijk even samen te vatten. Alles ligt onder het dino-water. Het volgende slime is dit. En dit is... een vat waarop staat waarschuwing. Ja, en dat is dan ook gelijk alles. Ik weet niet waarvoor ze me waarschuwen. Misschien komt er een wiskundeleraar uit. Jo, hey, deed jij dat? Heb je je huiswerk wel gemaakt? Ik wil niet met scharen. Is dat überhaupt iets wat ik nog moet zeggen? Oké, jongens, daar gaan we. Oh, yes. Oh, barrel of slime. Oh, jongens. Serieus? Oké, dit is echt heel erg nattig. Zou het als gezichtsmasker kunnen dienen? Jongens, help! De slime eet mij op! Gelijk op een mislukte Spider-Man. Spider-Man, use webshoot.
Ja, ik moet zeggen, ergens vind ik dit echt fantastisch. Alleen ik vind het wel minder fijn dat het allemaal karton meeneemt. Dankjewel. Ja, dit is echt heel leuk, jongens. Ik zou dit echt een ultiem goed cijfer geven. Uitermate tevreden gesteld ben ik hier. Ik adoreer deze slime tot het uiterste. Geen idee wat ik allemaal zeg. Nee, dit is een hele fijne slime. En het leuke is, ik heb er als het goed is ook een andere kleur van. Wat, wisten jullie dat niet? Ah ja, ik heb slime superkrachten. Nee, serieus. Het enige wat ik eigenlijk hoef te doen, is ik moet de slime in één hand vasthouden. Deze nog even aan de kant. Vervolgens moet ik geloven in een eenhoorn die een pot met goud opeet. En dan moet ik een beetje schudden. En ik heb de blauwe variant. Het zit op mijn kin en op mijn neus. Ik vind het niet fijn. Het is gewoon echt apart hoe snel slime... Ga weg! Laat me met rust! Oh, deze is satisfying. Maar ik kan me wel echt heel goed voorstellen. Ouders die meekijken, ik snap jullie. Zeg maar, na deze video komt het vervelendste van allemaal. En dat heet... opruimen. En opruimen is noodzakelijk, jongens en meisjes. Opruimen is namelijk de essentie van uiteindelijk weer nieuw plezier kunnen hebben. Stel je nou eens voor dat niemand nooit meer zou opruimen. Dat iedereen nooit meer zou opruimen. Dat is de juiste zin. Dan zou je nooit meer plek hebben voor nieuw speelgoed en nieuwe activiteiten. Als ik letterlijk na elke video alle slime zou laten liggen, zou mijn huis nu een slimebad zijn. Dat is eigenlijk best wel gaaf. Wat doe ik met mijn leven? Ik weet het niet, maar ik leef het. Jongens. Jongens, dit is zo niet fijn. Het voelt alsof er een alien moest niezen. En dat ik zo was van, hé alien, mag je wel op mij doen hoor. En nu dit, gewoon letterlijk. Kijk dan, dit is echt smerige slime. Kinderen die thuis kijken en denken, mama, papa, ik wil ook slime. Als jouw mama en papa zeggen, nee, jij krijgt geen slime, dan snap ik jouw mama en papa best wel goed. Want mama en papa zullen dat met een reden zeggen, omdat ze namelijk geen zin hebben om als mama en papa zijnde 24 uur lang dingen uit tapijten, muren en plafonds te schrobben. Want dat is namelijk wel het resultaat van... dit. Want even serieus, kijk hoe ik eruit zie. Dit wil je toch niet? We hebben hier weer een stressbal. Alleen hier zit een ander soort dino in. Het is wel echt heel leuk om te doen. Oh wacht, ik heb anders wel een leuk idee. Anders knippen we gewoon juist de buitenkant eraf. En dan laten we de binnenkant voor het gemak er gewoon lekker in zitten. Zou dat kunnen? Heel spannend dit, want als ik erin knip is alles weer nat. I did it. Did I do it? Did I... Wat ben ik aan het doen? Wat heb ik gedaan? Oh nee, ik heb het ei binnenste buiten gekeerd. Dus dit is hoe het ei eruit ziet. Wanneer je het hulsel eraf... Ik heb echt geen idee. Ik ga hem openknippen. Oh jongens, dit is echt heel naar. Dit is echt heel naar. 3, 2, 1. Nee, grapje. Ik ga dit niet meer... Ik denk dat Soraya spijt heeft dat ze mij 24 uur met dit slime in de woonkamer alleen heeft gelaten. Het is gevaarlijk terrein. Oké, weet je wat? Ik heb een fantastisch plan. Want al het slime is inmiddels door elkaar heen gegaan. Wat nou als ik een video maak waarbij ik al mijn slime... bij elkaar niks. Ijo, het zit op mijn hand. Laat me los. Ijo, laat me los. Dat kunnen we doen bij heel veel blauwe duimpjes omhoog. Dan maak ik een video waarbij ik al het slime wat ik heb bij elkaar mix tot één grote stampot. Stamlijmpot. Slijmpot? Slijmpot. Dan hebben we er hier nog één. Een soort van stressbal waar iets in zit. En waarvan ik ook graag wil weten wat het is. Helaas zit het helemaal op het dolft onder de overige slime. Er zit weer een dino in. Is er geen manier om dit open te krijgen zonder dat ik alles nat maak? Nee, is het antwoord. Waar is mijn dino? Ik ben mijn dino kwijt. Als er nu iemand langs mijn huis heen loopt en die hoort gewoon een jongen schreeuwen. Ik ben mijn dino kwijt. Wordt waarschijnlijk de dino-politie gebeld. Is dat een ding? Wat dachten jullie van dit? Een speelgoedje waarbij een slimepoepje de hoofdrol speelt. De wereld wordt steeds gekker. Oké, wat hebben we hier? Wij hebben een bord waarop staat splash, prut, splash, prut. Oh jongens toch. Oh joh. Waarom kijkt dit dolletje zo blij? Op zich is het best wel leuk als poepjes zo blij zouden kijken. Dan zou je de beste vrienden mee kunnen worden. Wat zei je? Oké, dat is raar. Oh jongen. Oeh. Wat zit erin? Oké, wacht even. Werkt het überhaupt? Laten we dat eerst even checken. Want hier zou het opgegooid moeten worden. En als ik het nou achter me gooi? Nee! Desondanks de blije blik die hij nu al 15 seconden op zijn gezicht heeft, is toch echt het moment daar. Het is echt niet fijn dat je naar iemand wijst met een schaar. Sorry, kijkers. Wat zit er in meneer Poepje? Meneer Poepje, ben jij klaar voor jouw nieuwe kapsel? Ja, Job, ik ben er helemaal klaar voor. Perfect. Wat is dit? Even serieus, het ziet er legit uit als slagroom. Eeuw. Oké, het ruikt niet als slagroom. Sorry, theedoek. Helaas heb jij moeten stoppen met een theedoek zijn en ben je nu een slimedoek. Een diamond putty. Voor een gamer als mij is het een heuse treat om iets te mogen openen wat ook maar lijkt op een diamant. Want diamant is meestal in een game goed. Ook in het echt, want diamanten zijn zeldzaam. Diamant.
Dat was niet mijn intentie. Ik kan mij herinneren dat ik dit slime ooit hier in Antwerpen heb gebruikt. En dat was echt niet fijn. Het wou mijn handschoenen niet meer uit. En iedereen dacht dat ik een slime overval had gepleegd. True story. Hoppakee, open ermee. Want ik moet naar de wc. Ik hoef niet meer. Hier zien jullie hoe ik met pijn en moeite probeerde de diamant te openen. Maar het lukte niet. Kleine update. Ik probeer dit nu al 5 minuten open te krijgen. Wat dachten jullie van deze mega bak met spider slime? Schijnbaar is de liefde voor slime niet alleen bij mensen, maar ook bij spinnetjes een ding. Wow! Yo! Wat? Dit ziet er letterlijk uit als een soort van spinnenweb. Oké, wacht even hoor jongens. Oh, dit voelt zo fijn. Yo! Kijk dan! Is het raar dat wanneer ik slime er leuk vind uitzien, ik het op mijn gezicht wil leggen? Ja Job, dat is pittig raar. Oeps. Oh jongens, kijk dan. In eerste instantie dacht ik dat dit een soort van kinetic sand zou zijn. Maar eigenlijk is dat het niet. Het is meer een soort van slime, maar dan met het gevoel van zand. En het ruikt naar geen van beide. Het smaakt naar zombie suikerspin. Jongens, mijn naam is Job en dit is de nieuwe versie van mij. Letterlijk overal waar ik kijk ligt spinnenweb slime, normaal slime, slime. Voelt wel echt serieus super chill. Wow! Als je het bij elkaar drukt, dan krijg je een soort van deegballetje. Zou ik er een koekje van kunnen maken? Dit is raar. En de video dan? Sorry, ik heb hier weer iets wat een beetje oogt als zand. Alleen deze keer zit het ook in de naam. Namelijk stretchy zand. Waarom klinkt dat als de oplossing voor elk probleem op de wereld? Heb jij buikpijn? Stretchy zand! Heb jij een schrammetje? Stretchy zand! Oh jongens, dit ziet... Oké. Het heeft de kleur van Patrick Zeester, maar het gevoel van... Alles behalve dat. Eigenlijk is dit exact hetzelfde wat ik net had bij die spiders. Kom op! Jullie horen stretchy te zijn. Ga ik deze combi uitproberen? De blauwe slime versus de roze. Wow! Oké, wacht even. Dit is echt super epic. Yo, oké, wacht. Wij gaan de meest epische zandslime ooit creëren. Job, wat doe jij in je vrije tijd? Nou, ik doe hele interessante experimenten. Zoals? Nou, ik combineer groen, blauw, geel, alle kleuren van de regenboogslime met elkaar. Oh, jongens. Dit is zo... Waar zijn mijn ogen? Ah, daar zijn ze. Dit is zo satisfying. Ik weet nog steeds niet wat slime nou precies satisfying maakt. Is het gevoel? Is het hoe het eruit ziet? Of is het gewoon het idee dat je iets knijpt wat veel zachter is dan je hoofd? Mijn hoofd is pittig zacht. Jongens, mijn tafel is al gewoon een mega slime mix. Ik hoef het zelf amper nog te doen. De groene variant. De helft is er uitgevallen. Dat is echt een van de naarste dingen die er kan gebeuren. Ik weet zeker dat iedereen het wel eens een keer heeft meegemaakt. Dat je een toetje hebt of een zak chips. En dat je hem met alle agressie van dien probeert te openen. En dat dan gewoon letterlijk de helft eruit valt. Oh jongens, check hoe satisfying. Dit is dus de groene variant van de stretchy zand slime. Maar wat nou als we dat combineren met de roze en blauwe? Oh jongens, dit is gewoon echt too much. Dit is legit too much. Ik ga gewoon proberen mijn eigen hoofd in slime te maken. Klaar. Zien jullie de vergelijking? Nee, ik ook niet. Dit voelt op geen enkele manier fijn. De gele en de roze variant. Dat was niet mijn intentie. Oh jongens, dit is zo mooi. Als jij nou 2 kleuren slime met elkaar zou mogen combineren op dit moment. Voor welke 2 kleuren zou jij dan kiezen? Oh jongens, de zandslijmberg is immens. Ik probeer hem bij elkaar te houden, maar dat ziet er makkelijker uit dan het is. Shake it up. Dan hebben wij hier nog iets anders. Namelijk Ultra Putty Amazing Bright Color. Oh jongens, deze is nice. Eigenlijk was het mijn bedoeling om een aparte video te maken waarin ik alle slime met elkaar ging mixen. Maar het ziet er naar uit dat het al automatisch gebeurt. Hoe gaat het met je? Fluffy Putty! Ik weet niet hoe lang ik al bezig ben, maar ik begin een beetje pijn aan mijn vingers te krijgen van het kneden. Waarom zit dit zo strak? Is dit in plaats van een kindersluiting een aliensluiting? Is dat het? Oh jongens, wat is dit? Oh gosh. Oké, dit is echt de definitie van slime wat je nergens meer uitkrijgt. Dit is gewoon slime wat bij wijze van spreken vast komt te zitten in zuurstof. Wanneer wordt nou de allereerste spannende film gemaakt met slime in de hoofdrol? Hoe zou dat eruit zien? Hallo, mijn naam is Slime. Hallo, ik ben een lieve leuke vrouw. Oh, ik ben een slime monster. Ja.
Ik denk dat dat een B-film gaat zijn. Dan heb ik ook dit nog. Wow. Deze berg met slime ligt legit goed voor mijn ellebogen. Het zit super lekker en zacht. Dit is een ei wat gebruikt wordt als gum, stuiterbal en stressbal tegelijkertijd. Had ik maar zoveel functionaliteiten. Maar wat zit er nou eigenlijk in? Moment van de waarheid. Jongens. Huh? Ja, jongens, dit ei is onverwoestbaar. Dus de volgende keer dat jij een eitje bakt... Tijd voor een slijmpauze. Is dat iets waarvoor je ingeënt kunt worden? Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar Soraya, haar boodschap wordt mij steeds duidelijker. Slime is leuk. Er zijn meer dingen leuk in het leven. Maar wanneer je er continu mee bezig bent en het beïnvloedt de andere dagelijkse activiteiten, waarvan sommige zelfs noodzakelijk zijn, dan gaat er iets fout. Ik bedoel, klein voorbeeld. Sommige mensen zullen het ongetwijfeld heel erg leuk vinden om te gamen. En dat snap ik. Maar op het moment dat je zoveel gamet, dat je niet meer toekomt aan de dagelijkse activiteiten, zoals eten, naar het toilet gaan, ademhalen is op zich ook een belangrijke. Maar bijvoorbeeld ook sociale activiteiten, zoals afspreken met vrienden, praten met je ouders of gewoon naar school gaan. Dan gaat er iets fout. En ik was zoveel met slime bezig, dat ik niet meer luisterde. Oh, sorry, ik word even gebeld op mijn slime telefoon. Hallo? Heeft iemand een nieuwe batterij? Oh jongens, dit is een emojibal. Vanaf nu ben ik tandarts. En deze emojibal kwam bij mij met klachten omtrent zijn tong. En die ga ik verhelpen. Weer afgewezen tijdens mijn opleiding. Er is een manier waarop we hem kunnen redden. Maar hij zal er dan niet meer hetzelfde uitzien. Let maar op. Oh, hij heeft hartjes ogen gekregen. Dat is zo cute. Vraag me niet waarom ik deze stressballen kapot knip. Het idee van de video is... wetenschap. Oké, jongens. The next one is het appeltje van Sneeuwwitje. En mensen die het verhaal van Sneeuwwitje kennen, die weten dat het geen gezond appeltje was. Het was een appeltje gemaakt, of in ieder geval geïnfecteerd, door de boze heks die jaloers was op het uiterlijk van Sneeuwwitje. Mislukte slimeappel. In die zin zijn sommige sprookjes nog best wel heel erg leerzaam. Je komt er namelijk al snel achter dat de jaloezie van de boze heks die de giftige appel maakt, eigenlijk tot helemaal niks leidt. En daarom is het beter om niet jaloers te zijn en niet met giftige appels te spelen. Al het slime ligt door elkaar! Had ik misschien een beetje kunnen verwachten. Het zou best wel eng zijn als je gewoon naar een magier toe gaat. Hij kijkt in zijn glazen bol en je ziet alleen maar slime. Wat voor toekomst staat mij te wachten? Een slijmerige toekomst. Mag ik mijn 10 euro terug? Oké, hartjes ogen is helaas ook geknapt. Dus we maken er een coole smiley van. En deze ga ik niet laten knappen. Stel je nou eens voor, jij zou een emoji kunnen omtoveren tot stressbal. Voor welke emoji? Even doorspoelen. Zou jij dan gaan? Niet wijzen met een schaarje op. Het schild van Captain America. Voor de mensen die Captain America niet kennen, Captain America is kapitein van India. Nee, Captain America is kapitein van Amerika. Nog steeds niet helemaal de waarheid. Captain America is één van de superhelden uit de Avengers. En wat is er zo episch aan Captain America? Captain America heeft een onverwoestbaar schild. Jongens. Ik maak geen grap. Dit is letterlijk keihard. We hebben net deze variant ook gekregen in Sneeuwwitje, in Assepoester en in Spider-Man. Die waren allemaal best wel stretchy. Maar dit... Wat? Het is letterlijk onverwoestbaar. Hoe duur was dit? Ofwel dachten jullie... Van Ariel de Zeemeerwin. Oké, jongens. Ik weet niet wat de specialiteiten en of krachten van Ariel zijn. Maar ik hoop niet dat deze slime ook zo hard is dat ik het gewoon letterlijk niet kan buigen. Wat is het toch met slime van superhelden en prinsessen die gewoon totaal niet stretchy is? Oh, ik word er verkouden van. Nog steeds niet stretchy. Word je toch moe van... Oh, dit is al wat... Beter. En als laatste hebben we deze slime. Is het de laatste? Mijn vingers doen zoveel pijn. Ze branden letterlijk. Of dat komt door alles wat er uit de stressballen is gekomen. Ik had beter moeten uitkijken. In ieder geval, deze slime die ruikt als het goed is naar vanille. Ik ruik alleen maar plastic. Ja Job, je moet de verpakking er nog afhalen. Wist ik wel. Nice. Dit is trouwens slime in de vorm van een jurk. Wat voor jurk draag jij? Ik draag een slijmjurk.
Het is gewoon weer niet stretchable. Waarom heb ik zoveel slime wat gewoon niet goed werkt? Deze slime zit trouwens nog in de verpakking. Omdat ik er namelijk per ongeluk 2 van heb liggen op tafel. Wil jij hem nou winnen? Doe dan een slijmerige met slijmzand besmeurde like. Of als je een van deze diamanten wilt winnen, ga jij voor groen of ga jij voor groen? Ik ga voor beide. Ik mix ze met elkaar en ik maak een andere kleur. En helemaal verstopt onder de slime, de Hulk slime. Hoe episch zou het zijn als deze slime mij groter maakt? Ja Job, niet hopen. Laten we hem open. Het moet letterlijk de vuist van de Hulk voorstellen. Een box geven aan de Hulk. Eindelijk! Mijn vuist is letterlijk een Hulkhand. Gaat deze stretchen? Ja of nee? Laat het alvast in de comments weten. Beter dan de voorgaande, maar nog steeds niet echt perfect. Jongens, ik ben er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee. Ik dacht dat het makkelijker zou zijn om een hele dag met slime te spelen. Ik ben geloof ik al 24 uur bezig en ik heb denk ik genoeg slime gezien voor de rest van het jaar. Tenzij er ooit slimevuurwerk komt, dan ben ik er weer bij. Dit was een lastige 23 uur, maar ik wil jullie bedanken voor... Je speelt pas een uur. Oh, oké. Nou weet je, ik heb het me gerealiseerd. Ik zal weer beter luisteren. Beloofd? Gezondheid. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, slime is leuk, zacht, fluffy. Ik wil ermee trouwen. Maar aan het einde van de dag is het ook belangrijk dat je naar elkaar kunt luisteren. Ik ben blij dat je hier iets van hebt geleerd. Dus, wat doen we met het slime? Geen idee. Slime party? Dat klinkt als een fantastisch idee. Yeah! Slime party is the best party there is. Slime party is the best party there is.